Nou, hier maar eens proberen. Lekker rustig. Ik ben een half uurtje bezig met een 11 centimeter shed en bijna elke worp krijg ik 2 of 3 tikken. Ik denk van kleine baars. Maar het kan ook witvis zijn, langvoren, want die ligt hier in de winter 3 lagen dik. Ik ga het even uitproberen, met iets kleiners. Hier moet ik wel iets kunnen vinden waar ik die kleintjes mee kan haken. Ik begin met een twistertje. Als die ook nog te groot is, nou, dan moet ze hier toch zeker mee kunnen haken. Even wachten tot de bui voorbij is en dan ga ik weer verder. Met een beetje geluk valt hij een paar kilometer verderop, maar ik wacht er toch maar even af. Het eerste twistertje vonden ze toch nog te groot, dus ga ik nu hier maar mee verder. Ik had gelijk, het zijn allemaal van dit soort baasjes. En je ziet het, als je het goede aas aanbiedt, kun je er net zoveel vangen als je wil.
stekje. Elke vijf, binnen vijf minuten. Nou, hier ook al meteen de eerste worp. En zo klein zijn ze. Maar het is toch wel leuk. Kleintje, maar het is een snoep. En dat mag niet.